We zijn vandaag in Zomeren aan de Lage Akkerweg. Daar bevindt zich het las- en constructiebedrijf van Wim Martens. Dat is ook wel een uniek bedrijf. En dan bedoel ik uniek dat het bedrijf geen eigen website heeft. En dat vind ik in deze tijd best bijzonder van het digitale tijdperk. We gaan eens kijken of we nog meer bijzonderheden bij Wim kunnen ontdekken. Nou Wim, als je bij een constructie- en lasbedrijf binnenkomt, verwacht ik dit eigenlijk niet. Ja, je moet je passie delen, hè? Ja. Dus we zijn voor de weg geweest en we hebben kunst. We hebben mooie vrouwen binnenhangen en we maken mooie producten. Ja. Oh, dat is dus één passie van jou? Vrouwen, schilderen, kunst? Nou, vrouwen ook. Vrouwen gewoon posters, hè? Verder... En subtiel. En ja, kunstschilderij vind ik gewoon heel mooi ook. Ja. Zonder meer. En wielrennen, hè? Ja. Nou, dus dat blijft. Heb je nog wel tijd over? Maar hebben we hebben nog niet over jouw bedrijf gehad. Dan moet ik binnen aan mijn vrouw vragen. Maar ja, ik denk het wel. Oh, oh. We zijn daar steeds beter aan het indelen. Ook mee, mijn eigen dochter wil ik hier op kantoor hebben dadelijk. Mijn zoon is hier mee in de werkplaats. Dus we zijn er wel mee bezig. Oké. Nou, ik wil wel graag je eerste passie gaan kijken. Want volgens mij heb je die al het langst in je bedrijf, toch? Dan gaan we naar voren. Ja, dat gaan we doen. Wim, nou zijn we in Zomeren, maar daar is het allemaal niet begonnen, hè? Nee, ik ben in Asten, in een voormalig kippenbedrijf waar ik zelf gebouwd heb, begonnen. Daar heb ik nog enkele jaren kippen gehad en daar hebben we ongeveer 20 jaar gezeten op zo'n 2500 meter. Toen zijn we gaan zoeken en toen kwamen we bij dit uit. En hebben we nu 4 jaar geleden gekocht. Bevalt het goed aan de overkant van het kanaal? Ja, ik kom eigenlijk van Zomeren, maar ik kwam van de goede kant van het kanaal, zeg ik altijd. Van de Asterskant, maar nee, het bevalt heel goed. Het is mooi om op de fiets erin te gaan. De afstand is niet te ver en iedereen dacht, ja, dat ik klantenkosten geworden, groter en alles, maar daarin heb je niet één klant gekost. Nee, want ik heb de introductie gedaan over klanten. Hoe kunnen die jou vinden? Want een website, die heb je niet. Mond op mond, gewoon via... wij zijn met interieurbedrijfjes begonnen en dan ga je iemand anders ergens anders werken. En dan zijn die enthousiast over ons bedrijf en die vertellen het daar. En die bedrijven, ja, niet allemaal is gewoon gelogen, maar die komen vaak dag weer gewoon dag deze kant uit. Puur, mond op mond. En dan lever je ook goede kwaliteit. Anders kan het niet anders, toch? Ja, is een passie. Ik heb liever een tientje minder, maar dat het product goed is. En wij zeggen voor op de bouw ook, hè. Ik heb geërd dat ze zeggen van, dat wij het dan niet gemaakt hebben als ze niet tevreden zijn. Van, hebben we een marktstel niet gemaakt? Van het dan in orde moet zijn als wij het maken. Dus, De imago, dat heb je en daar wil je ook graag zo houden. Dus jij denkt, ik heb geen website nodig, dat vind ik maar gedoe. Ja, ik ben niet zo'n computerfanaat. Echt niet. Ook niet met een telefoon. Ja, dit. Dat is echt met een telefoon. Ik heb het nooit geappt. Dus het loopt toch goed. Ik wou net zeggen, en daarmee heb je toch al een fantastisch bedrijf neergezet. Want hoe groot is het team waar je inmiddels mee werkt? We werken met 17 man voor 40 uur en we hebben 7 0-uur contracten. Is het ook moeilijk om vakmensen te vinden? Ja, heel moeilijk. Ja? Ja. Wat zit hem er dan in? Is de jeugd niet meer geïnteresseerd? We hadden eerst voldoende personeel en heb ik het een beetje afgehouden. Want wij zijn altijd begonnen met jongens, want die komen stage lopen en die blijven werken. En dan hebben we een tijdje afgehouden. En we hebben nu weer gezegd van, nou, laat toch maar weer stage lopen, meer pakken. En dan blijft er wel weer zin hangen. Ja. Dus, maar het is niet dat je zomaar een vakman hebt. Kijk, jongens krijgen ze anders, maar een goede vakman is toch iets moeilijker. En praat je dan meer over de constructiegedeelte of over het lassen? Nee, allebei eigenlijk. Ja, dat maakt niet uit. Wij willen eigenlijk gewoon allrounders hebben. Niet dat in de hele dag zitten lassen. Die zijn erbij die dat willen, dat mag. Maar het liefst zeggen, wat kunt zetten, wat kunt zagen, wat knippen. En wel lassen. Als je nou zo'n machine koopt, hè, lig je daar dan van wakker? Doe ik dat wel, doe ik dat niet? Ja, dit is de Z-Bank. Die is de duurste machine die we hebben, die is over de 4 ton. In coronatijd gekocht. Er zit normaal 45 weken levertijd op vanuit Duitsland. Die kon ik nu met 3 maanden hebben. En daar zei ik een beetje, dat we nou zeggen, hey, dat gaan we proberen. En dat we over 1,5 jaar de machine kunnen dromen. Dat we hele mooie producten kunnen maken. Vooral voor de gevelbouw en het plaatwerk. Het geeft ook heel veel arbeidsvreugde. Wat we normaal met 2 man bij een kantbank doen, kan hier met 1 man. Ja, het scheelt al 1 man personeel eigenlijk. Ja, en arbeidsvreugde. Ja. En het is een heel moderne machine. Ja. Maar dan kom ik even terug op de vraag, lig je dan wakker van zo'n beslissing? Hoe is dat als je al zo lang een bedrijf hebt? Zijn dit dan nog moeilijke dingen? Nee, leek niet voor wakker. Nee, ik doe dat gewoon ooit in een dag, ooit in een week. Nee, meer tijd besteed ik er niet aan. Dat vind ik jammer van mijn tijd. Dan ga ik liever een dag fietsen. Kijk, niet dat ik mij niet informeer, hè, maar je leest vakbladen, je bezoekt eens een beurs, je hoort andere mensen spreken. En ooit is het ook van,
we kunnen het. En het is naar de toekomst toe, een hele fijne machine. Dat ik denk van over anderhalf jaar, nou als er een beetje werk komt, dan zit het op rozen. Ja, want ook gaat ook steeds vaker een rol spelen. Hè? Waar je zegt, ik ga liever fietsen dan dat ik helemaal slag in de rond te werken, of niet? Ja, mijn arbeidsplezier is niet alleen voor mij, ook voor personeel. Kijk, als het goed in zijn vel zit, dan voel ik me eigenlijk wel tevreden. Ja. Ik kan eerder een avond wakker liggen van dat iemand niet lekker in zijn vel zit, dan dat ik een machine moet kopen. Nou, dat siert je wel als werkgever. Ja, het is echt zo. Dus, Nou, we lopen hier nog verder. We zien hier ook een bepaalde lijn opgebouwd. Ja, hier, de eerste 15 meter, hier is echt eigenlijk voor het plaatwerk. Hier achter de muur ook nog, maar hier hebben we echt specifiek plaatwerk gehouden. Het middenstuk is draaien, frezen, boren. En het buitenstuk is vooral lassen, samenstellen. Wat voor type klanten heb jij nou? Interieurbedrijven, gevelbouw, deurfabrikanten, de vleesverwerkende industrie. Ja, het schiet er eigenlijk nog wel apart binnen. Ja, heel breed. We doen ook wel machinebouw. Maar dat is niet elke keer. Maar we maken heel mooie machines. We maken heel grote silo's. Oh ja, voor de biomassa doen we heel veel momenteel. Ja. We maken echt silo's van 20 meter hoog, 10 meter doorsnee. Gelijk gesegmenteerd. Ja, die dat weten. Die zijn gewoon echt goed tevreden. Dus, Heb je dan ook nog voorkeur voor bepaalde branches? Wat vind jij nou zelf het leukste? Gevelbouw. Oké, en waar is die passie voor de gevel? Ja, dan kunnen we plaatwerk doen en we kunnen draaien, frezen en we kunnen lassen. Dus dan kan ik alle machines gewoon gebruiken. Wij staan hier bij jouw eerste robot. Ja, dat klopt. Dat is mijn eerste robot. Ja. Dit is toch wel een uniek product, toch? Hè? Ja, er staan nog meerdere. Mijn vrouw had al eerder een robot, een robotstofzuiger. Maar dit is gewoon kei ideaal voor ons, voor het seriewerk. Het instellen is moeilijk, maar dan kan ik er nog gewoon een leerling aan zetten in feite. Moeilijker wordt het niet. En hier gaan nu 160 ton staal doen. We gaan meer dan 800 balkonhekken maken voor Engeland. Naar Engeland toe? En hoe komen die dan bij jou? Want ik bedoel, zonder website, daar komen we weer even op terug. Ook weer via? Dat is hier tegen jij mijn Asten. Dat is een grote gevelbouwer en dat is een van onze grotere klanten. En die zit ook op Engeland. En, in Engeland zijn ze blijkbaar tak duurder als hier. Okay. Want het staal komt uit Engeland. Ja. En het komt hier en gaat terug naar Engeland. Ongelooflijk. Deze kant van de robot kunnen ze dadelijk materialen inleggen. Gaan ze daar uithalen, gaat die deze kant lassen. En zo blijven ze wisselen en dan zijn die 800. Want hij moet 25 minuten per hek lassen. Ja. Dus zijn ze telkens een keer klaar. Ja, dan staan daar weer de volgende producten. Er staan 2500 tankers die dan weer gelassen moeten worden. Er is nog volop werk voor de robot, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Heb je dan ook een eigen technische dienst of heb je die kennis in huis? Nee, ik heb wel een paar slimme jongens erbij, maar dat is zo gegroeid. Dus ik hoef zelf niet slim te zijn, ik moet zorgen dat ik slimme mensen de kennis rondom me in hebben. Ja, want met deze machines word je natuurlijk wel afhankelijk van, toch? Ja, maar dan krijg je opleiding in en ja, daar heb ik geen zin dat ik met bijna 60 dat ga doen. En we hebben er ook nog een ING bij, dus... Oh, dat klinkt al heel interessant. Maar wat vind je nou zelf het mooiste aan het ondernemerschap? Nou, als het goed is, brengt het netjes weer op. Dus dan is het financieel wel lekker. En ik denk heel belangrijk het contact met de klanten. Met de klanten, met het personeel. Je hebt best wel een vriendenkring, maar die noemen. Maar ja, ze gaan wel dikwijls met elkaar om. En dat vind ik wel belangrijk. Klanten zijn bijna kennissen, vrienden, misschien een groot woord, maar wel zeker kennissen geworden. Ja, als wij in de zomer gaan fietsen of auto rijden of wat dan ook doen, wij lopen ooit zo aan, maar die lopen ook bij ons aan. Er wordt gecommuniceerd, er worden grapjes uitgehaald. De relatie ligt heel goed. En dat is bij mij wel een heel belangrijk punt. Ik denk als ik dat niet zou doen, dat ik dat wel zou missen. Had je dat kunnen denken toen jij, want hoeveel jaar is het nu? Je hebt 20 jaar in Assen, 24, ja, bijna 25 jaar. Dus. Ruim 25 jaar. Ja. Nee, ik ben gestopt met mijn kippen omdat ik dat netjes kon verkopen, dat quote hem. En dat was de bedoeling dat ik 3-4 dagen zou werken en 2-3 dagen ging wielrennen. En dan 1 hal opslag en 1 hal werkplaatsje en dan zou ik ook rondkomen. Alleen het groeit en toen we in de zomer gingen, toen groeide het heel hard. En dat is zeker nooit de bedoeling geweest. Ik heb geen strategie uitgezet, we gaan dit doen. Maar nu heb ik wel strategie, ik wil eigenlijk niet groeien. Ik vind een club van 17 tot 20 mensen, hè, dan heb ik een mooi groepje. En dan blijft dat een beetje een leuk groepje. Dus voor de toekomst zie jij Wim Martens niet groter worden?
Maar jouw kinderen, want die zitten dus ook in het bedrijf. Niet groter worden, dat weet ik niet, want we hebben nu in de coronatijd ook veel geïnvesteerd. En het is de bedoeling dat nu Loes mee op kantoor komt te zitten. Luc draait mee. Ja, Loes is jouw dochter en Luc die werkt in de werkplaats mee? Luc is in de werkplaats, ja. En die moet straks op kantoor ook leren. Maar ja, doe nou alles maar een beetje stapswijs. Ik hoef morgen niet te stappen. We hebben het wel allemaal goed geregeld hoe het verder moet als we er niet zouden zijn. Maar de jongens hebben er wel oren naar. En hoe het dan gaat lopen, ja, dat zien we dan wel. Vind je dat fijn, dat de kinderen het gaan doorzetten eventueel? Ja, dat is makkelijk. En beetje makkelijk? Is het emotioneel ook? Doet het je wat? Nee, ik vind het gewoon makkelijk. Ze vallen een beetje, eerlijk gezegd, met de kont in de boter, denk ik ooit bij mijn eigen. Ze moeten het dan wel volhouden, maar ja, dan wil ik ze nog wel in sturen. Kijk, we gaan het niet weggeven. Ze moeten er maar wat doen en zijn eigen bewijzen. En dan zal de toekomst uitwijzen wat verstandig is. Denk je wel dat ze dezelfde passie hebben die jij altijd, die jij bij je hebt? Ik zie heel veel van ons eigen, maar ook van de ouders, terug in de jongens. En dan denk ik dat het wel goed kunt. Dat denk ik wel. Vol vertrouwen durf je het dan wel los te laten tegen die tijd? Zeker weten. Ja, nee, dat weet ik zeker. Dus. Ja, dan gaan we. Er zit ook genen van jou in, hè? Ze hebben er ook passie voor. Ja. Ja, maar dat doet personeel dat ook, hoor. Ze nemen er gewoon over. Ja. Nou, ik moet zeggen, de complimenten daarin. Want wat je zelf geeft, zie je hier ook terug, hè? Ja, nou, want we hebben niet gepoetst voor jullie, hoor, vandaag. Nee, echt niet. Dus wij doen zaterdag, er wordt hier geschopt. En iedere zaterdag, het moet altijd netjes liggen. Wim, we hebben een kleine impressie van hetgeen wat je doet. Want er is nog zoveel meer te vertellen over jouw bedrijf. Ik wil nog wel weten, op welk product ben je nou het meest trots als je de geschiedenis terugkijkt? Ja, het is begonnen omdat ik de kipzak kwam in een eiercontainer. En die hebben we tot de jaar 7 terug naar elk jaar gemaakt. Die markt is gewoon helemaal verzadigd, het is niet interessant. Nee, niet één product echt. Gewoon op de groep mensen die ik heb, daar ben ik trots op. Samen iedere keer klanten blijken maken. Ja, nee, ja, we nemen heel het team, alles, hè, dat is personeel, vrouwen, kinderen, met een boekhouder ook erbij. Nee, goed, die we op sommige dingen gewezen. Dus nee, een sterk team en daar ben ik trots op. Ja. Hartstikke mooi te zien. Inclusief de vissen die hier nog toekijken. Echte piranjas, hè? Piranha 3D, ook al een van je passies, hobby's? Nee, we hadden vroeger thuis een aquarium, ik vind het mooi. Eigenlijk moest je in mijn huiskamer staan, maar ja, ik heb er heel veel werk mee. In de bak vind ik voldoende. Ja, okay. Nou, wie weet, als daar de kinderen het echt over gaan nemen, dan krijg je misschien nog meer vrije tijd. Of niet, dat weet ik nog niet. Dat zullen we zien. Ja, in ieder geval, geniet ervan en ik hoef niet te zeggen, wees trots op je bedrijf, want hier loopt een hele trotse ondernemer rond. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. In vele opzichten dus een uniek bedrijf. En niet alleen wat betreft het ontbreken van een website, maar ook een constructiebedrijf waar je kunst vindt. En piranha's. En dat allemaal in zomeren. Tot zover onze aflevering Passie voor Ondernemen. Dank voor het kijken. Blijf gezond en graag tot een volgende keer.